De één-fase combinatiepil tegen zwangerschap zit in een strip met 21 pillen. Ze hebben allemaal dezelfde kleur. In elke pil zit dezelfde combinatie van twee hormonen, oestrogeen en progestageen. Dit filmpje gaat over wat je moet doen als je één of meer van de pillen in de derde week van de strip bent vergeten. Ben je in die derde stripweek één pil vergeten? Neem dan de vergeten pil alsnog in en maak de pilstrip verder af. Je bent dan nog tegen zwangerschap beschermd. Ben je de laatste pil van de strip langer dan een dag vergeten? Dan ben je de stopweek dus eigenlijk een dag eerder begonnen. Vanaf die dag gerekend begin je een week later weer met je nieuwe strip. Je blijft zo beschermd tegen zwangerschap. Ben je in de derde stripweek twee pillen achter elkaar vergeten? Neem dan de laatste van die twee vergeten pillen alsnog in, binnen 12 uur na de tijd waarop je hem eigenlijk had moeten slikken. Je blijft dan tegen zwangerschap beschermd. Neem je de tweede pil niet binnen 12 uur alsnog in, dan kan je in de derde pilweek kiezen tussen twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1. Doorslikken. Neem de laatste vergeten pil alsnog in. Maak de strip af. Ga direct door met de nieuwe strip. Sla de stopweek dus over. Maak deze nieuwe strip helemaal af en neem daarna pas een stopweek. Volg je deze stappen zorgvuldig op, dan ben je beschermd tegen zwangerschap. Mogelijkheid 2. Vervroegde stopweek. Als je geen strip door wilt slikken, kun je in de derde week ook een vervroegde stopweek beginnen. De dag waarop je de eerste pil bent vergeten, telt dan als de eerste dag van de stopweek. Na de stopweek begin je dan weer gewoon met een nieuwe strip, zoals je altijd doet na de stopweek. De genoemde mogelijkheden heb je ook als je 3, 4, 5, 6 of alle 7 de pillen van de derde week bent vergeten. Of je nu doorslikt of aan een vervroegde stopweek begint, als je het precies doet, ben je beschermd tegen zwangerschap. Ben je 1 of meer pillen vergeten in de eerste of de tweede week van de pilstrip, kijk dan naar de filmpjes speciaal over die weken. Kom je er niet goed uit? Bekijk dit filmpje dan nog eens samen of neem contact op met je huisarts.